ervoor dat je jezelf in een ontspannen houding kan neerzetten. Dat je jezelf comfortabel kan neerleggen. Een houding die fijn en prettig voor je voelt. Ontspannen. En van zodra je deze comfortabele houding hebt gevonden, dan mag je met je aandacht naar je ademhaling gaan. Je mag je ogen sluiten. En je mag jezelf verbinden met je ademhaling. En zo mag je verder zakken in je lichaam. En wanneer je daar de verbinding met je lichaam voelt, dan kan je ook voelen wat een enorme zachtheid daarin aanwezig kan zijn. Neem even de moment, de tijd, om jezelf te verbinden met die aanwezigheid en ook die zachtheid. Voel je lichaam. Voel jouw energie in dit huidige moment. Nu hoef je even niet met alle gedachten bezig te zijn. Je hoeft ook even niet met de hele wereld om je heen bezig te zijn. En dat is wat je nu even helemaal mag laten voor wat het is. In een wereld waarin we voortdurend overprikkeld worden. Een wereld die voortdurend snel gaat en hard voelt. Een uitdaging zijn om even volledig tot in rust te kunnen landen bij jezelf en bij je hart. En dat is wat we tijdens deze meditatie gaan opzoeken. Dus alle zorgen, spanningen, stress mag je even helemaal laten voor wat het is. Je hoeft alleen maar te voelen hoe het is om hier nu te zijn. Te zijn met jezelf in dit moment. Voel je lichaam. En ga nu met je aandacht naar je hart. En
En voel even wat je ook daar precies bij voelt. Als je het fijn vindt, mag je ook je hand op je hart leggen. Zo kan je er nog meer aandacht naartoe brengen. Er kan van alles spelen in je lichaam, in je leven en in je hart. En hier, nu, op deze plek, kan je de zachte energie van je hart voelen. Het is een energie die altijd heel rustig aanwezig is. Aanwezig is. Aanwezig voelt. Een zachtheid waar niets hoeft, waarin niets moet. Een zachtheid die vooral heel erg fijn voelt. Een zachtheid waarin je altijd welkom bent. En op dit moment mag jij even heel stil, heel rustig, heel ontspannen. Bewust worden van jouw hart, van die zachtheid binnen jouw hart, van alles dat is. En mocht je niet meteen de verbinding kunnen doorvoelen met deze zachtheid binnen in jouw hart, weet dat dat helemaal oké is. Je hoeft dan alleen maar te vertrouwen. Vertrouwen dat deze sowieso in jou aanwezig is. En dat is goed genoeg. De zachtheid van ons hart kan de hardheid doen laten smelten. De hardheid van de wereld. De hardheid binnen in ons leven. Dat is wat de zachtheid ons kan brengen. Enkel en alleen vanuit de kracht, wanneer we er verbinding mee maken. Het doet ons hart openen. En vanuit die openheid kan ons hart in de liefde die het in zich draagt, de zachtheid die het in zich draagt, kan het alleen maar groeien.
Liefde die troost. Liefde die omarmt. Liefde die verbindt. Liefde die verwelkomt. Liefde die je vasthoudt. En deze zachtheid voelt als een warm, zachte deken over ons heen. Voel maar. In ons hart schuilt een eindeloze zachtheid. Een zachtheid die kan vergeven. Een zachtheid die oké kan zijn met wat is en met wat niet is. Die zachtheid die ademt met alles in ons heen. Met alles wat er ook in ons leven gebeurt. Die zachtheid heeft altijd een plekje voor jou. Een plek voor al jouw gevoelens op ieder moment. Een plek waarin jij veilig bent, waarin jij altijd welkom bent. Een plek waarin jij altijd onvoorwaardelijk lief ontvangen wordt. Voel de kracht van die liefde. Voel de zachtheid en voel de heling. Wanneer je jezelf kan verbinden met die kracht binnenin jou, dan kan je zo eens even voelen of je deze energie nog meer kan vergroten. Misschien kan je deze energie over jouw hele lichaam doen verspreiden. Begin maar bij je voeten. En zo naar je onderbenen. Je knieën. Je bovenbenen. Je billen. Je rug. Je schouders, je armen, je handen, je hals, en zo je gezicht. Voel hoe de liefde van jouw hart jezelf vult tot in iedere cel van je lichaam, van je hart, van je ziel, vult met pure liefde.
Jij bent liefde. Jij bent zachtheid. Jij bent heling. Dit is de plek waar je ten alle tijden toegang tot hebt. De plek van jouw hart. Dit is de plek waarin jij veilig kan thuiskomen. Thuiskomen binnen jezelf. Plek waarin jij mooi en prachtig bent, helemaal zoals jij bent. Je hoeft enkel maar je ogen te sluiten en jezelf te verbinden met je hart. Bijzonder mooi is om te weten dat jij met deze zachtheid van jouw hart in verbinding kan blijven. Weet dat deze niet weggaat wanneer de meditatie voorbij is. Je neemt hem mee. En wanneer je merkt in je dagelijkse leven, wanneer je merkt dat je afgeleid wordt, wanneer je merkt dat de aandacht naar andere dingen zal toegaan, breng jezelf dan opnieuw naar de zachtheid binnen in jouw lichaam. Het is een uitnodiging om vanuit jouw bewustzijn de verbinding te blijven opzoeken, te blijven voelen. Weet dat ze ten alle tijden, in alle eeuwigheid, aanwezig is binnen in jou. En terwijl je in verbinding blijft met deze liefde, met deze zachtheid in jezelf, kan je jezelf verder overgeven tot in een diepe slaap.
wakker worden in de ochtend. Dan word jij wakker met deze nieuwe verbindende energie. Met de kracht en zachtheid van jouw hart.